neer, dan blaast hij zo. Dus kijk, dan gaat u staan met uw gezicht en dan hoor je dat hun ziel. Dankjewel, Miguel. Dus laat me jullie vertellen waar het om gaat. Trouwens, kennen jullie me? Ja. Wie kent me niet? Wie kent me niet? Waar was je? Dus het verbaast me als je, laat me kennis maken voor die me niet kennen. Ik kan onder aan mijn neus gaan. Tante. Tante. Eigenlijk kousen, tante. En we zijn eronder, komt. Ja, maar die kousen laat ik weg. En aan de achterkant dit. Niet zo. Het is nog steeds nodig hoor, om het te laten zien. Want u heeft het al vaker gezien, is die waar meneer. Maar nog steeds, wat is er mijn schat? Ja, het is legaal. Waar wil je, tante? Ja, je hebt een film. Wacht dan. Rustig. Een jammer. Zo. En kunnen jullie nog verstaan? Ja, dat is heel goed. Maar we kunnen je niet zien. Ja. Dus als ik daar sta, kan je me niet zien. Je hebt alleen mijn hoofd. Ja. Maar ik wil me helemaal zien. Zo. Dus jullie kunnen me verstaan. Ja. Ik bedoel niet of je me kan horen. Verstaan. Verstaan. Hey, weet je, als ik buiten de binnen ben, dan vraag ik het altijd. Want ik heb de ervaring, zeg, wanneer ze mijn gezicht zien, dan gaan ze ervan uit dat ze me niet zullen kunnen verstaan. Vanwege dat doekje. Dus ik zeg altijd, ik zeg luister, ik heb hersens onder mijn doekje hoor. Dat doekje is juist om die hersens te beschermen tegen invloeden van buiten. Dus ik heb een speech gemaakt. Is een jubileum speech. Laat me mijn bril ook nemen, want ik kan lezen. Alleen als je leest, weet je wat je hebt geschreven. Is onze nieuwe staatsdeelvoorzitter gekomen? Ja, die is alweer weg. Nee. Was hij eruit? Nee. Dan moeten we hem nog maar hier leren. Ja. Is goed, ik zal hem daar gaan en wat ik dacht, ik kon goed dan hier. Kan ik hem meteen een ander zeggen. U weet niet waar hij is, komt hij. Misschien. Hij wist het niet zeker. Laat hij me niet in de begin van, hij weet het niet zeker. Ik wacht op hem. Zo. Ja, ik heb mijn papieren bij me, want ik ben lang genoeg in Holland om te weten, zeg, zonder papieren tel je niet mee. Dus ik heb ze allemaal en ik heb mijn bril, want ik ga lezen die speech. Dus toen ik die uitnodiging heb gezien, jubileumconferentie, en daar stond heel vet gedrukt aan zijn basis woonservice weken. En toen heb ik gedacht, deze gelegenheid moet ik nemen. Weet je, dit is het moment om daar te zijn. Dit is het moment om mijn plannen voor te leggen. Om te kijken of het ons samen gaat lukken. Weet je, ondanks alle bezuinigingen. Hoe worden jullie stil? Ja, want in deze tijd krijg je geen poot aan de grond. Heel makkelijk wordt alles op de crisis geschoven. Weet je, vaak vraag ik me af, zeg, bezuiniging. Alles wat de klok slaat, Kunduz maatregelen. Kunduz. Weet je, ik ben het gaan googelen. Dus Kunduz. Oh no, dat ga ik jullie uitleggen. Dus de 21ste april. Ik weet niet
datum niet precies, want mijn tweelingzus was jarig toch. Toen is hij weggelopen. Die van huis, uit het katshuis. En toen heeft Mark tegen een Kees Jan gezegd, laat hij gaan jagen. En dan kan Kees Jan goed. Dus hij heeft het gedaan met zijn binnen 5 dagen. Als je ziet hoe hij daar stond, hij was boos. Hij begon zo, je weet wanneer hij boos is, zo. Ja, en omdat diezelfde man, het was een 443, CDA, D66, GroenLinks, Sam was nog niet eruit geperst. En nog eentje, En zij hadden al eerder iets aan een commissie. Dus toen was hij zo boos, heeft hij gezegd, kudus, maatregelen. Kan je voorstellen? Dus toen ben ik denk, hoe komt dit aan kondus? Wat zeg je? Het is toch niet zo. Ik ga uitleggen. Kondus is een provincie in Afghanistan. Ja. Provincie Kondus, met de hoofdstad Kondus. Dus net zoals we hier hebben, provincie Groningen, heb je dat. Provincie Groningen met de hoofdstad Groningen. Provincie Utrecht met de hoofdstad Utrecht. Ja. Maar, als je weet wat Kundu betekent in het Surinaams. Kundu is een bult. En als je erop valt, dan gaat het etteren. En zweren we niet. En dan komt er pus eruit, vies. En het klopt en het doet pijn. En Kundus is meervoud. Kan alleen een hele grote etter zijn. Die naam geeft. Dus ik kan me voorstellen dat je bij zo'n jubileum geen feest hebt gegeven, weet je, in die zin. Want kijk, die woonservice werken, die zijn er nog steeds niet. Terwijl je al jaren ouder bent geworden, zo ouder dat je gebruik zou willen maken. Gebruik had willen maken, is niet zo'n manier als die van die service werken. Maar het geld is er niet voor. Die hebben ze niet, dat geld hebben ze niet, dat zeggen ze op stadsdeel, dat zeggen ze in de centrale stad, dat zeggen ze in Den Haag, die politici. Ze vergeten dat ze zelf ook ouder worden. En jij kijkt ze in hun ogen aan. Ze worden ook ouder als God dat wil. En dat ze ook aan die voorzieningen werken voor zichzelf, wat is er dan zodanig? Wie komt daar? Of iemand met bloemen? Kom eens aan, kom binnen. We zijn onder elkaar, we hebben alle tijd. Dan vergeten ze dat het voor zichzelf is, of voor hun vader, of hun moeder, of hun oom, of hun tante, die net zo oud is. Ik kan me er zo over opwinden, weet je. En ik wil geen hoge bloeddruk krijgen. Want ik wil niet naar de dokter hoeven te gaan. Met die hoger wordende ziektekosten eigen bijdrage. Nonsens. Waar moet het heen? Ik krijg er een verhoging van al die verhogingen. Zie je? Daarom hou ik niet van conferenties. Weet een beetje water voor me. Ja, neem een beetje water voor me. Ik hou niet van conferenties, weet je. Had maar een band neergezet dat we konden dansen. Crisis. Ja, crisis. Ze waren gratis komen spelen, want ze hebben respect voor oudere mensen. Ze waren gewoon gratis gekomen. Dus ik heb die speech gezet, toen heb ik Herma gebeld. Herma Herbers. Ik heb hem gebeld, ik zeg, luister. Waar gaat het eigenlijk over? Toen heeft ze begonnen in hele valse, waar is Herma? Achterin. En deze ook, hij zit hier zo stil, dus hij is er ook bij, Piet. We hebben ze me verteld, zij met me komen praten in Bermer Park Theater. Ja, want we hebben al die mooie dingen, hebben we. Zij zijn daar met me komen praten, hele valse van wat die woning, wat ze willen eigenlijk. Ik zeg, luister, dit is subsidietaal. Praat gewoon met me. Praat gewoon met me. Toch Herman, zou ik het tegen je gaan zeggen? Toen is een Piet opdracht gegeven, heeft hij voor me gemaild. Ik zeg, meen het van me, digitaal, dan kan ik het downloaden. En kijk, daar heb ik het ook gehighlight. Dus ik ga je precies vertellen, de subsidietaal wat er was. En de mensen van de gemeente die hier zijn, meneer Christie, en u ook. Nee. Van waar ben je dan? Ik ben met pensioen. Oh.
bleef knoeien. En ik heb ook een oom nodig. Nee, blijf op bemoeien, dat mag niet weggaan. Oh. Dus, toen heb ik het, ik ga jullie precies voorlezen wat ze hebben. Dus, allerlei dingen opgezien. Luister, luister goed. De oudere adviesraad Zuidoost zet zich actief in voor fijnmazig openbaar vervoer. De opbouw van goedlopende woonservicewijken waar zorg, welzijnsdiensten, een goed en bereikbaar aanbod van sociale cultuuractiviteiten voor en door ouderen een laagdrempelig effectief hulpsysteem, zodat ook ouderen met een te smalle beurs kunnen blijven deelnemen aan de Zuidoosterse samenleving en de mogelijkheid tot maatschappelijke participatie en invloed van bewegen. Dat is het. Ja, dat moet je vertalen, is een wonderwoord voor. Dus net zoals je in de trein zit, weet je, dan weet je voor in die zin niet waar je eigenlijk naartoe gaat en dan eindig je. En dan weet je dat je aan het einde bent en dan waar het is begonnen, zoiets. Maar uiteindelijk begreep ik het wel. Dus de organisatie wil dingen doen en organiseren voor ouderen. Maar ook ten behoeve van de hele gemeenschap. Dus dat jongere ouderen voor de kwetsbare ouderen kunnen zorgen dat ze van dienst zijn. Dat heb ik verteld en dat is goed. En dat is geweldig zelfs en het is noodzakelijk. Ik had het zoiets zo verschrikkelijk. Ik zou zweren dat ik een opvlieger heb. En het is noodzakelijk en dat weet ik uit ervaring. Want ik kan nog alles. Ik ben vitaal. Maar veel oudere mensen zien door de bomen het bos niet meer, door al die verschillende instanties. Weet je, ik ken het wel uit Suriname, weet je. Hier doen ze het met kastjes en muren en daar die deden ze het met kluitjes en riet. Maar het is precies hetzelfde. Weet je, ik ben 60 plus, maar ik heb nu persoonlijk nergens problemen mee omdat ik vitaal ben. Ik kan nog alles uitzoeken op internet. Ik heb gewoon internetcursus gevolgd. Op internet voor senioren. Vitaal geweest. Ja. In een aanleun internetcafé. Weet je, het is huur. Want je komt elkaar tegen. Doen jullie dat ook trouwens? Internetcursus en zo. Dat advies. Ja. Waar? Wat zeg je? In de bibliotheek. In Harriet hebben we gehad. In Harriet hebben we gehad. Dus, oh ja. Dan hebben jullie zeker ook ADSL. Altijd dichtbij zonder loemen. Met één druk op de knop ga je wereldwijd bemoeien lezen. Ja, en het is leuk hoor. Het is echt heel leuk. Ik chat tegenwoordig een beetje. Met de chat! Dat op internet. Je weet nooit wat je kan tegenkomen op internet. Op die digitale snelweg. Nee, wie weet is er een leuke oma met je. Dus de eerste keer maak ik heb een klepdop gekregen. Van Stanley. Ja, echt heel mooi. En Stanley heeft een hele goede vriend. Raj. Ze hebben een IT-bedrijf. Ons meest familie van jou. Een laptop, joh. Daar heb ik een klepdop van ze gekregen. Van mij, ja. Ik doe die klepdop open. Wat denk je? Virus alert. Ben direct naar de dokter gegaan. Ik zeg, dokter, ik heb een virus. Hij zegt, mevrouwtje. Je weet nog hoe ze mevrouwtje zegt. Mevrouwtje, hoe weet je dat? Maar dan roepen ze als mevrouwtje toch? Mevrouwtje, hoe weet je dat? Is liefkozen. Ik wil niet. Verklein woord. Jij kan het nemen als je wil, ik niet. Zeg van, mevrouwtje, hoe weet je dat? Ik zeg, mijn computer heeft me gezegd. Kom, geef me mijn schat. Kan ik geen groeteren vinden? Dank je wel, mevrouwtje. Blijf in de buurt, want ik blijf zweten. Oh, dan had ik nou dat ronde ding CD-ROM. Die CD-ROM had ik. Dus ik zit zo met dat ding, weet je. Dus ik hou niet aan, ik denk niet, dus waar moet ik het zetten? Dus toen heb ik Raj gebeld.
Heeft hij tegen me gezegd, tante, ga achter de computer zitten. Dan kijk je aan de rechterkant. Daar is een knopje. En als je daarop drukt, dan komt er een laadje naar buiten. Ik zeg maar, dat ken ik eens om mijn knopje te zetten. Dan zeggen ze, je moet altijd opslaan, opslaan. Ik denk, waar moet ik opslaan? Maar Mieke is mijn beste vriendin in Brabant. Want voordat ik in de Bijbel was, was ik in Brabant. En daar kwam ik aan. Dus Mieke is echt een hartsvriendin, een Brabantse. En als je goede dingen meemaakt, dan wil je dat delen, toch? En je wil het uitwisselen. Dus ik heb tegen Mieke gezegd, laat ze ook een cursus gaan volgen daar in het Doelhuis. En dat heeft ze gedaan. Maar Mieke is zo zenuwachtig, altijd. Dus dan belt ze me en zegt, ja, die computer wil het niet doen. Ik zeg, meisje, ga achter je computer zitten. Ze gaat achter de computer. Ik zeg, zit je erachter? Ze zegt, ja. Ik zeg, wat zie je? Zeg, ze me allemaal dragen. Nog mooier zeg ik er laatst, zeg dan, ze hier komen naar de markt, want op zaterdag gaan we nog steeds markt op gaan ze hoeft op. Als jullie die markt daar weghalen, wel, huh. Op gaan ze, want anders hoe ver moet je lopen? Om helemaal naar de poort te gaan. Is dat beter? Ja, onder overleg maar. Ja, daar heb ik er gezegd, laat ze komen, want daar is Ali voor die vis. Ali heeft echt mooie vis, één hele pak garnalen zo. Helemaal gepeld hoor, 10 euro. En als hij een beetje kent, dan zet hij meer in die zak. Dus ik zeg tegen Mieke, kom hier naar de markt, dan gaan we naar Ali vis halen. Mieke komt niet meer gekomen. Dus ik bel op, ik zeg, Mieke, waar bleef je? Zeg ze tegen mij, ik moet de trein nog nemen, maar ik kan niet van huis. Want ik had problemen met een computer. En al 3 kwartier geleden heb ik op een knopje gedrukt voor help. En ze zijn ook niet gekomen. Weet je wat, Mieke? De laatste tijd toen dus... Want ze je kan wel lachen, maar Mieke is mijn beste vriendin. Maar ze heeft een beroerte gekregen. En het schijnt niet de eerste keer te zijn. Weet je, het zal een tweede of een derde keer zijn, maar je kan niet merken of ze nou beroerder is geworden. Weet je, en dat is nou precies een van die dingen die me activeert. Want ik denk bij mezelf, als je een wooncentrum, weet je wat jullie willen hebben, dan kan ik gewoon blijven. Want ik kan er beginnen, ze hoeft niet ergens opgesloten te gaan zitten. Toch? Kijk, met Daan is het precies hetzelfde. Daan is standaards. Tenminste, hij is ook met pensioen, hè. Maar dan was altijd, dan had de gewoonte, hij verzamelde kranten en spinnenwebben. Dan had hij altijd, hij vreugde niet om. En hij zorgde ook ervoor dat niemand thuis kwam. Begreep je? Maar hij kon auto rijden en hij had de middelen. Maar nu heeft hij ook staar. Dus hij kan geen auto, wat denk je dat gebeurt? Hij vereenzaamt. Dit is een kraam. Kijk, Annette. Annette net zo. Annette woont nou 6 hoog achter. Weet je? Ja, 6 hoog achter woont ze helemaal daar. Zo, als die lift niet werkt, gaan ze niet naar beneden komen. En de kinderen van het kerken, dat Percy is de oudste zo, maar die woont helemaal in Groningen. Dus zie je de nood, meneer Christie, zie je de noodzaak van die dingen? Dat ze gewoon in de buurt zijn. Weet je, dat je niet per se familie hoeft te zijn. Maar dat je op wat je eten kan brengen, of dat je weet. Het moet gebeuren. Het moet echt gebeuren. Kijk, Naima, no? Naima, precies hetzelfde, maar jullie hoeven niet moeten maken ermee. Laat maar. Maar het moet wel gebeuren. En dat is de reden dat ik deze kans heb genomen om hier te zijn. Om het met jullie erover te hebben, want jullie zijn al jarenlang bezig. En laat mij nu met jullie samenwerken, want jullie zijn hier in Zuidoost bezig. Ik ben landelijk bezig. Ik zou willen wat jullie hebben met die minibus in Zuidoost, weet je wel. Want nou zou Daan een vaste snorder moeten nemen. En dat mag eigenlijk niet, ik moet het niet hardop zeggen hier. Die politie doet het zo. Maar het is maar 2,50, wat zeg je? Ik vind het fijn dat ze er zijn. Ja toch? Maar ga aan mee te zeggen. Politie. Zeg lijn. Ja, 2,50 maar. En daarom baat ik ook dat die markt weg is daar zo.
subsidie is om mensen op de fiets te laten gaan. In ieder geval zijn al die dingen. Ik vind het jammer hoor dat die nieuwe man niet hier is. Jammer hè? Maar er komt wel een andere gelegenheid. Wanneer is er weer een gelegenheid, meneer Ristie? Ik ben er direct over naar haar. Oh. Maar ik wil hem zelf wel spreken, want ik wil hem in de ogen aankijken. Nee, ja. Je zit er allemaal in kort na. Kijk, bij mij is het ook snel gegaan. Ik zit in een aanleunwoning. Het is echt heel snel gegaan dat ik daar zo zit, hè. En dan ik zie dat die muur schuins wordt. Je kan zien hoe die muur schuins wordt. Je ziet het. En nu kan ik wel een mondje roeren. Dus ik heb gebeld. Ik zeg, die muur is schuins. En kom me niet zeggen dat het niet schuins is. Het is schuins. Toen hebben ze me gerustgesteld. Zeg, ja, dat moet rustig zijn. En nou, het gebeurt werkelijk. Dat het op dit moment een aanleunwoning is. Toen hebben we rustig gehouden. Zo. Jullie, wat ik heb gezegd, jullie zijn actief hier in Zuid-Oost. Ik ben landelijk actief. Ik heb een overkoepelend orgaan. Dat is de STB. Ja, de Stichting Tante Bemoeid. Ja, kijk me dan met even opschrijven. En vanuit de stichting heb ik dat niet genoemd zoals jullie het noemen, maar het komt op hetzelfde neer. Zet het hier voor mijn schat. Ja, maar daar kunnen ze het niet lezen. Nee. Nou, hier voorzitter. Ja, hier. Zo. De STB. En de STB, die wil eigenlijk hetzelfde wat jullie willen. Wat zo mooi met subsidietermen was geschreven, is precies wat ik vanuit de STB propageer. De STB. De STB is veel ouder dan jullie, dan de oudere adviesraad. De STB is 75 jaar oud. 25 jaar hier en 25 jaar daar. Die jaren daar zijn troepenjaren. Die tellen dubbel. Het is daar op het erf begonnen, de STB. Op het erf. En dat wil ik uitleggen, maar dat is precies wat wij hier in Zuidoost willen. Dat erfgevoel. Want hoe leef je op een erf? Samen. Je bent betrokken bij elkaar. Je deelt met elkaar. Begrijp je? Je bemoeit met elkaar. Annette van wie ik je vertel. Annette was altijd kwetsbaar. Voordat ze oud was ze kwetsbaar. Maar ze was op het erf bij ons. Dus toen ze die kinderen kregen en alles met je moet geven, we waren erbij. Dus zo heb ik gedacht van hieruit die STB, de Stichting Tante Bemoeid. Van daaruit de Stichting, ja ik hoor het maar goed, de Stichting Tante Bemoeid is OOBB. OOBB. Is dat DD? Ja, ik moet het omkeren hoor. Ja, vroeger zeiden ze ik ben lui, ben dom. Nou zeggen ze linksblind. Dyslectisch. Het is een overkoepelende organisatie voor belangenbehartiging. Met voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, secretaris en lid. Alles in onderling overleg. En wij willen dus de actie erf. Precies zoals we al 75 jaar doen. En toen ik al die subsidiologische uitspraken laatst dacht ik, dat is precies hetzelfde. Dat Zuidoost één groot erf is. Is een metafoor. Maar dat we het wel zo doen. Weet je, als iemand voor op het erf een pond gebroken rijst heeft, dan deel je dat met die achter op het erf die niet heeft. Begrijp je niet? Dus zo dat gevoel. Snappen jullie dat? Ja, ja. Ja, ja. Niet per se. En wat er ook heel belangrijk is op een erf, je houdt het schoon. Letterlijk en figuurlijk. Hoe laat sta je s'morgens op om je erf te haken? 6 uur. 6 uur. Hoor je al die zwarte zeggen 6 uur?
Maak er 7 uur van. En iedereen voelt zich thuis. Weet je, ik wil dat het, en wat ik ook wil, wat ik zeker wil zeggen, de nadruk op betrokkenheid, voor elkaar zorgen. Luister, en ik wil niet in een clubje wonen, op basis van etniciteit, op basis van cultuur. Ik wil gewoon mengen. Dus dat moet ook kunnen. Wat dat betreft heb ik al sekswijs altijd. Thuis is dat er niet wild geplast wordt. Dat we niet bang zijn om er iets van te zeggen. Dat we die honden niet zomaar laten poepen. Dat we goed omgaan met onze omgeving. Hoor? Echt waar. Als je weet hoeveel water er wordt verspild hier in de Hollandse polder. Oh. Al dat water dat naar zee gedragen wordt. Al het water dat bij de wijn wordt gedaan. Nu over in Den Haag. Oh. Bij dat nieuwe kabinet. Of het water dat wordt gebruikt om binnen te wassen. Ik ben niet wassenaar. Ik ben niet met lege handen gekomen. Dat ook een cadeau voor onze nieuwe stadsdeelvoorzitter. Hoe ga je het doen? Hoe ga je het doen? Nee, ik ga het nog wel zien. Is je nog steeds niet? Nee, hè? Het cadeau dat ik voor jullie heb gebracht, jullie allemaal, is dit. Een beetje water drinken. Die mensen die je hoort te lachen toch, die in Suriname zijn geboren, noemen het vloed dan water. En als ze op de Antillen zijn geboren, Curaçao, Aruba, het is geen Antillen meer, het is Curaçao, Aruba, dan noemen ze het Florida. Ave Florida. Ave Florida. Zo. Lekker deze. Oh ja. Is van de Marokkanen. Je bent benieuwd van die deze. Wat is het voor die hebben we hier? Ja, maar het is zoveel nog. Want het is meer dan 170 toch? Ja. Dus als je van allemaal dat kleurtje gaat nemen, maar ik heb 3. Dit is van die deur toch? Ja. Dus ik ga je zeggen, zwarte mensen toch, als ze moeilijke dingen moeten doen, 10 minuten gesprek bijvoorbeeld, of ze moeten gaan solliciteren ergens, dan gaan ze stevig op beide voeten staan, dan nemen ze een beetje, dan nemen ze een beetje van dat water, dan zetten ze achter hun oren een beetje. En hier bij mijn navel. Waar mijn krachtbron is. Gewoon een beetje zo, zoals je 25 jaar bent en je bent dingen net wanneer je denkt je krijgt, dan zeggen ze dat het crisis is. Volgens mij is crisis niet. Dan gaan we staan, je gaat weer een bespreking horen. Maar voor je weggaat, dan ga je stevig staan. Dan neem je een beetje van het vuurtje. Praat je met jezelf, toch? Want dan ga je niet meer zeggen, zwarte mensen, no? Wanneer het niet goed gaat met ze, dan geloven ze dat boze geesten aan de gang zijn. Zij doen het nooit zelf. Witte mensen gebruiken glas. Witte mensen noemen boze geesten knelpunten. Zij doen het nooit zelf. Zij zijn de knelpunten die het doen. Dus wanneer je deze geurtjes allemaal, dus alle 178 nog, die we hebben, als we het hierin zetten,
dan kunnen we knelpunten weghalen. Daar hebben ze in Zuidoost. Dan kunnen we alle knelpunten weghalen. Het is een hulpmiddel, hoor. We zullen het zelf moeten doen. En de jubilerende adviesraad moet gewoon doorgaan. Met het hulpmiddel. En dan heet het geen glasseks meer, maar dan heet het knelseks. En het kan allemaal besteld worden op mijn website. Hoor? Zo. Doe wat ik had gebracht. Kom me helpen, mijn schat. Zoiets van hun zie ik het niet zo nemen. Gaat vanzelf, zal je later horen. Ze heeft een stift van Nathanus niet genomen. Boom voor onze ogen. Zo. Ja, in de benen. Ja. Maar in Zuidoost hoor, ik bedoel, Bermen is een goede naam voor mij. Al ben ik in Regersbos, ik zeg Bermen, maar dat is niet goed natuurlijk, dat vinden ze niet leuk. Dus net als Curaçao en Aruba, ze zijn geen Antillen meer. Zo wil Molen dreigt geen Bermen zijn. En Driemond wil ook geen Bermen zijn. Bermen is bij Florij. Ik kon gewoon praten zoals ik gebekt ben. En ik heb die oude vrouw bedacht nadat een paar oude vrouwen bij mij thuis hadden gelogeerd. Ik ga je een verhaal vertellen van één. Ik kan het gewoon zeggen aan mijn moeder. Dus toen ze de eerste keer hier kwam, toen heb ik lekker eten met haar gemaakt natuurlijk. Weet je. En toen kwam flinke carbonade voor haar klaargemaakt. Je hebt van bellen, hè. Maar ik heb niet gezegd dat het varkensvlees was. Maar ze wilde nooit varkensvlees eten. Ze vond het zo erg dat ze varkensvlees niet eens varkensvlees noemde. Ze noemde het Arnold. Ja. Arnold. Dus als ze zegt ze niet varkensvlees, zegt Arnold. Ja. Dus toen ze zo zat op de eten, dacht ik, oh, nu komt het. Nu vraagt ze me, je hebt toch geen Arnold voor me gezet. Maar ze had werkelijk een schrikreactie en ze zegt, is dat heel stukje vlees voor mij alleen? Want waar is jullie namen gewend? Op het erf. Te delen. Zo'n stuk vlees, en dat weet u nog steeds. Een stuk zoutvlees, dat snij je in kleine stukken en dan doen we een bakje. En nu hebben we een crisis. Geluk bij ongeluk, maar ook weet je wat boek. Geluk bij ongeluk. Want nu heeft Knor ook een roerbakker. Maar om op die ouderen terug te komen, ik was 35. Het was zo bevrijdend om een oudere vrouw te spelen. En ik sprak steeds de hoop uit dat ik wil groeien naar die oudere vrouw. Nou, u ziet het. Het is me gelukt. Ik ben grijs. Ik woon hier. En ik realiseerde me dat zo goed toen ik dit optreden voorbereidde. Van, het gaat over mij. Want ik wil in de Bellen blijven. En ik wil tussen de mensen blijven. Dat wil ik. Maar ik merkte ook aan deze club dat het een club is die accepteert, die het ouder worden accepteert. En daar ben ik nu mee bezig. Want het is niet alleen het accepteren van leeftijd het is, en de mooie dingen, maar het is ook het accepteren van de gebreken. Weet je, dat mijn knie pijn doet, dat ik niet meer die zware tas kan dragen, dat ik accepteer dat ik geholpen moet worden. Dat soort dingen, dat je bij elkaar bent, dat vind ik het mooie eraan. Dat heeft dit optreden mij gebracht, dat ik me dat realiseer. Dat het om mij gaat en het erom gaat de
dat je accepteert waar je bent, dat je leeftijd accepteert en wat je leeftijd met zich meebrengt, maar dat je absoluut ook je eigen verantwoordelijkheid neemt en krachtig blijft. Want die term blijft. Ik wens jullie heel veel plezier.